Dames en heren, daar zijn ze dan, de hoofdrolspelers van Oorschot, Oeroesgan, Mara, Gerco, Bas en Frank. Wat een geweldige ontvangst en wat een applaus voor deze vier mensen uit die serie Oorschot Oeroesgan die we het afgelopen jaar gevolgd hebben. En u hebt ze het afgelopen vier maanden kunnen zien via Omroep Brabant TV. Je hebt ze allemaal leren kennen bij de voorbereidingen, maar ook toen ze in Oeroesgan zaten en daar hele spannende dingen mee maakten. Tot aan die bermbom aan toe. En daarom zijn we zo gelukkig dat ze hier vandaag bij ons zitten. Heel huids allemaal. Gelukkig. Wat een applaus, zeg maar. Hè? Ja, zeker. Ben je dat er al een beetje aan gewend? Applaus? Nou, ik ben eigenlijk helemaal niet gewend aan applaus. En hoe voelt dat dan, zo'n binnenkomst? Ja, leuk. Lekker wel, Gerco? Ja. Het zijn van de meeste bekenden, dus alles leuk om zo binnen te lopen. Frank, jullie kregen ook applaus bijvoorbeeld bij zo'n medailleuitreiking. Ja, dat klopt. En lijkt dat dan een beetje op hoe het hier gaat? Ja, daar is wel helemaal een groot applaus natuurlijk. Ja, weet ik het hoeveel man dat er zaten daar binnen. En ja, dan kom je daar binnen en dat is best mooi om te horen, ja, zo'n applaus. Dit, ja, hier gaat iets van waardering vooruit, hè. We hebben kunnen zien wat jullie daar gedaan hebben. We hebben daar als Nederland met z'n allen voor gekozen om dat te gaan doen daar. Voelen jullie waardering, Bas, als je dan weer terugkomt in Nederland? Ja, dat verschilt. De ene die spreekt zijn waardering zeer goed uit. En die vindt een goede zaak wat wij daar doen. En ja, andere mensen zijn kritischer daartegenover. En kom je dat soort mensen ook wel eens tegen? Die zeggen, joh, ik vind het helemaal niks. Ja, die kom je ook tegen. En het leuke is dat je dan wel eens met mensen staat te praten die dan eigenlijk totaal niet weten dat je soldaat bent. En die dan hun kritiek uitspreken. En als je dan vervolgens zegt dat je militair bent, dan hebben mensen toch wel zoiets van oei. Wat valt jou op in dat soort kritiek dan, bijvoorbeeld, Gerco? Ja, gewoon dat ze niet weten wat hier allemaal speelt. Tenminste, wat daar allemaal speelt en wat wij daar eigenlijk allemaal doen. Want ze hebben vaak geen... Ja, ze weten eigenlijk van niks. Onbekendheid. Ja. Ja, als je vertelt van dat je bijvoorbeeld daar scholen opbouwt en ziekenhuis mee helpt verder te werken of verder te gaan. Nou, daar hebben zij er eigenlijk nog nooit van gehoord dan. Als je ja zegt tegen zo'n programma, dat betekent dat je gewoon een jaar lang echt gevolgd wordt door de verslaggevers van Omroep Brabant. Maar ze hebben ook zichzelf gefilmd met een videocamera. Dat betekent nogal wat. We hebben een paar stukjes achter elkaar gezet. Op Omroep Brabant worden vier militairen van legerplaats Oorschot gevolgd in de aanloop naar een uitzending naar Oeroesgan. Het voetbalteam van soldaat Frank zal vooral zijn muzikale inbreng erg missen. Ja, in de kleedkamer is soldaat Frank overduidelijk een aanwinst, maar dat is nog niet alles. Op het veld blijkt zijn superieure spelinzicht onmisbaar. Dit is je even. Nou, zo doe je het dus op de Overwatch. Lekker zitten op de poepstoel en gaan met die naam. Hoe was het? Ja. Leuk. Veel vrouwen. Is er maar de vraag of dat niet gaan redden. En mocht het niet redden, dan hebben we weer een tweede klap te verwerken. Ik ben benieuwd dat ik daar aan kan. Ja, Frank, dan zit je... Dat was midden in de nacht, denk ik, hè? Die vrijtrap of... Dat laatste fragment. Die laatste fragment, ja, dat was midden in de nacht, ja. Je kon niet slapen? Nee, ik kon absoluut niet slapen die nacht. En je dacht, ik pak de camera? Ja. Waarom doe je dat dan? Ja, ik lag echt te draaien. Ik ging naar buiten, ik ging terug naar binnen. Ik kon echt, ik wist niet waar ik gaan of staan moest. Ik denk van ja, dan... iedereen lag een beetje zijn eigen ding te doen. Ik denk, ja, dan begin ik maar tegen de camera aan te praten. En hielp het? Voor mijn gevoel... best wel, want je bent toch weer aan het vertellen wat je hebt meegemaakt. Het hoorde erbij, hè, bij deze serie, om gewoon ook de dieptepunten te laten zien. Ja, dat wisten we van tevoren. En dit was wel weer een mooi moment om iets vast te kunnen leggen, zodat de mensen thuis kunnen zien hoe dat het, hoe dat het eigenlijk daadwerkelijk jij kunt voelen daar. Ja, niet altijd even tof, hè? Niet altijd even tof, nee. Mara, jij voelde je ook even niet zo lekker, toen we jou net in dat filmpje zagen. Je was wat kort af, hoe kwam dat nou? Ik had een stuiter gemaakt in de softtop. Dus ik had mijn stuitje gekneusd. Dus ik heb voor 7 dagen onderhand niet kunnen zitten.
En op dat moment, toen wij net uitstapten, toen kwam Helmoet naar me toe om dat te vragen. En ik verrekte van de pijn. Helmoet dus ja. Van Omroep Brabant? Ja, dat klopt. Helmoet van Omroep Brabant. En jij verrekte van de pijn en je zei, joh, nou ja. Even niet. Eigenlijk zei je dat, hè? Ja, daar kwam het eigenlijk wel een beetje op neer. Gerco, jij maakte dat vreselijke incident met die bermbom mee. Ja. Een moment wat nog steeds op jouw netvlies gegrift staat natuurlijk. Maar binnen een uur pakte jij die camera. Ik denk, waar haalt hij de moed vandaan? Ik wilde toch ja, voor mezelf te filmen hebben. En ja, die serie doe ik aan mee. En ik had zelf zoiets van, nou, dit is echt iets wat ik zelf dan heel graag terug zou willen zien in de serie. En ik had zelf zoiets van, nou, ik heb zelf aan het voertuig gezeten. Dus ik heb eigenlijk al recht om het te kunnen filmen en te mogen filmen. En daarom heb ik toen de camera gepakt. Terwijl je nog stond te trillen op je benen, kan ik me zo voorstellen. Ja, ja, dat zie je volgens mij wel in de beelden zelf. Dat ik nog redelijk zat te trillen, maar ik had ja, voor mezelf wel het gevoel van, nou, dit moet ik even doen. En wat zei jouw maten daarvan? Van, joh, we zijn hier aan de Costa Brava nu. Nee, en, ja, sommige maten kwamen achteraf naar me toe, waarom stond je te filmen? En toen heb ik het uitgelegd en toen kon ze het ook wel begrijpen eigenlijk. Maar je moest het wel even uitleggen? Ja, ze hebben er wel naar gevraagd. Ja. Worden jullie eigenlijk inmiddels herkend op straat, Frank? Ja, en hoeven totaal niet. In Tilburg hoef je niet meer te komen. Dan moet ik echt onder begeleiding naar binnen, want... Ja, voor mij is het net andersom. Jij wordt in Hoeven herkend. Ja, ik kan in Hoeven niet meer over straat en in Tilburg kent niemand meer. Dus, ja, ja. Nou. Ja. Je mag het nu eerlijk zeggen. Heeft een van jullie vier de spijt gehad van de beslissing om ja te zeggen tegen Oorschot Oerensgan? Totaal niet. Ik ook niet, hoor. Nee, totaal niet. We hebben ook wat familie van jullie meegebracht hier vanavond. Leuk dat jullie er ook allemaal zijn. Bijvoorbeeld de moeder van Gerco. Wat vond u er nou van? Want u kwam zelf ook geregeld op televisie, hè? Ja, geloof het wel. Hoe was dat? Een bijzondere ervaring. En op een gegeven moment vergeet je gewoon dat daar een buis is of dat daar een microfoon is. Je praat voor de vuist weg wat in je opkomt. En dan wordt het echt. En dan zie je dat later weer terug op tv en denk je, oh, ja, maar dat hoort er dan bij. Schrik je daar wel eens van? Ja, wel even. Je bent niet gewend naar jezelf te kijken op tv. Ja, ja. Dat doen de meeste mensen niet. Dus dan, Achter jullie zit Wycliffe, de plaatsvervangend commandant in Oeroesgan. Als u daar als organisatie achteraf op terugkijkt, zegt u dan, het is goed dat we het gedaan hebben, want het is maar zelden vertoond eigenlijk, hè, dat een militaire organisatie de poorten zo open heeft gezet. Ik denk dat het heel erg goed is dat we eraan meegewerkt hebben. Ik zelf ben ook een heel erg voorstander om juist een open policy te hebben voor wat betreft defensie. Want met name in het verleden hebben we vaak het imago dat we gesloten zijn. En het is juist goed, zeker voor een missie als Oeroesgan, om de deuren eens open te zetten en te laten zien van nou dit doen nou onze jongens in zo'n missie. Ja, dat is heel belangrijk dat er toch wat respect en... dat mensen begrijpen waar we mee bezig zijn. En als je deze serie ziet, dan krijg je echt dat gevoel wat je daarbij zou moeten hebben? Ik denk dat je echt een inkijkje krijgt. En dat is te danken aan de manier waarop de vier mensen die aan tafel zitten het opgepakt hebben. Echt een inkijkje krijgen, wat doen de militairen. Maar wat ook heel erg mooi is, is dat ook de familieleden, dat daar ook op gespiegeld wordt. En ook hun beleving naar voren toe komt. Ja, dat is gewoon uniek. Ik kan me niet herinneren dat er een andere serie is geweest die dit zo heeft neergezet. Ja, het is geen gewoon uitje. Als je nagaat dat er sinds we daar zitten 21 mensen omgekomen zijn. Dit jaar 3, onder wie Kevin van der Rijt uit Tilburg en Atsin Chatli uit Uden. Geen vakantietrip dus. We hebben een aantal stukken achter elkaar gezet en dan wordt het ineens erg serieus over de spanning die daar ook kan heersen. Ik wil de uitvaart toevertrouwen aan een geestelijke en persoonlijke relatie op een uitvaartvereniging. Ik heb zin te denken, misschien ome Jan, maar dat is ook niks, hè? Ja, ik denk het wel. Het is wel? Jan moet er vragen. En dan moet hem eens bellen. Dan zou je ome Jan moeten bellen. Inslag ja, ten noorden van kunnen. Kamp 100 meter over. Ten noorden van het kamp 100 meter. Het scheelt me heel veel. Nee, het scheelt me eigenlijk. Ja, ik zou hem 100 meter van ons af, Wimmans. Nou, hier zie je de IPR waar we net in zaten.
We zijn ongeveer een uur geleden over een ID gereden. We hebben 3 gewonden. Van 1 zeer zwaar. Ja, Gerco, als je het dan over spanning in Oeruzgan hebt, dan was dit natuurlijk wel het absolute dieptepunt, die bermbom. Ja. Op dat voertuig waar jij ook in zat. Hoe is het overigens met jou nu? Mij gaat al, ja, ik ben wel in de betere hand. Het gaat een stuk beter in ieder geval. Ik heb nog wel last van dingen, maar binnenkort krijg ik nog een complete medische check. Gaan ze nog foto's maken en verder onderzoek doen in ieder geval naar mij. Ik zag je vanmiddag lopen hier en denk, ik zie er nog iets aan. Ja, ik heb nog last van mijn heup in ieder geval. Vooral vandaag ook misschien te veel gedaan. Maar ik loop een beetje mank omdat de spieren te moe zijn. Maar het komt weer goed. Het komt wel weer goed, ja. Ja, ja. Ja. Frank, filmpje begon met jij aan de keukentafel thuis een formulier invullen. En ik vind dat eerlijk gezegd bloedstollend eigenlijk voordat je naar Afghanistan gaat van ja, wat ga ik doen als ik het niet overleef? Ja, ja, dan zit je dan als 28-jarige jonge gast, vrolijk in het leven, en dan zit je daar je eigen begrafenis of crematie te plannen. Ja, dan moet je eigenlijk niet mee zijn op je 28ste. Maar daarentegen vind ik het wel heel goed dat het kan eventueel. Dat maar op zo'n moment denk je natuurlijk wel van het kan wel gebeuren, je gaat naar een gevaarlijk gebied. Ja, natuurlijk kan het gebeuren, maar je gaat er niet vanuit. Maar voor je gevoel is het wel lekker om te weten van stel dat het mocht gebeuren, dan het gaat wel geregeld worden. Dat soort sombere scenario's, spelen die door je hoofd als je er nog niet bent? Je gaat vooraf wel denken, ja, van god zeg, ga ik dit allemaal terugzien wat ik nou zie in Nederland? Of dat is nog altijd wel de vraag geweest, natuurlijk. Maar, nou, je bent er weer. Gelukkig wel, hè. Bas, hoe zit dat bij jou? Hoe ga jij om met angst eigenlijk? Ben je bang? Nee, ik ben niet echt bang geweest. Maar sowieso mijn werk is ook totaal anders geweest dan dat van Gerco en Frank in dit geval. Mijn werkzaamheden waren toch voornamelijk op de base. Hè, dus het gevaar van een IED, ja, dat was bij mij gewoon niet aanwezig. Maar jij kwam ook wel buiten de poort? Ja, ik ben ook buiten de poort geweest, ja. Maar dit keer minder dan voorheen, hè? Ja, voorheen ging ik elke dag de poort uit. Dan zat ik op een afvoergroep. En dit keer ben ik misschien 4-5 keer de poort uit geweest. In een ondersteunende rol. Dus dan ga je natuurlijk ook het terrein in. En dan ben je natuurlijk wel bewust van de gevaren. Maar aan de andere kant, je vertrouwt ook op de mensen om je heen. En ik heb gewoon vertrouwen gehad in de professionaliteit van de mensen waarmee ik de deur uitging. Nou, jij bent daar en dat is dan één ding. Maar als je dan thuis bent, zoals jouw vrouw Marielle, dan is het even een heel ander ding, hè? Want je weet niet wat daar precies gebeurt allemaal. Nee, weet je inderdaad niet. En het is maar goed ook. We hadden inderdaad wel gezegd van, nou, als je niet buiten de poort moet, liever niet. Zeker nu met 2 kinderen dan. Hij had het een beetje beloofd, hè? Jawel, we hadden het er wel over gehad. Ja. Want de vorige keer was hij echt inderdaad constant de poort uit. Dat je ook geen contact had. Dat je echt thuis zat te wachten, ja, wanneer belt u weer? Maar nu ging het allemaal wel beter, gelukkig. Ja. Maar ja, goed, je neemt afscheid, je weet hij gaat naar een gevaarlijk gebied. Dat levert ongerustheid op, dat kan haast niet anders. Ja en nee. Ik denk dat wij daar allebei toch wel wat nuchter in zijn. Misschien te nuchter, dat weet ik niet. Maar hij gaat ook iedere dag naar Oorschot op de snelweg met de auto. Dus dan denk ik van ja, die kans is natuurlijk ook aanwezig dat er dan wat gebeurt. En dan ben je gewoon in Nederland. Maar ja, de meest gevaarlijke regio in het meest gevaarlijke land ter wereld op dit moment, Afghanistan. Ja, maar wat Bas zelf ook al zegt, hij zat bij het medische gedeelte, op de eerste hulp. En ja, dat scheelt ook een stuk hoor. De vorige uitzending was wat spannender eigenlijk. Ja. Naast jou zit Kimberly. Ja, Frank moet de poort uit voor zijn werk. Ja, moet de poort uit, ja. En hoe ga jij daarmee om thuis? Thuis veel stress gehad. Veel ongerustheid. En hoe uitzicht dat? In weinig slapen en weinig eten. Gewoon echt één brok nervositeit? Ja, eigenlijk wel. Ja. En kon je daar ook iets aan doen? Of was dat gewoon de 4,5 maand uitzitten eigenlijk? Ik heb wel geprobeerd om veel weg te zijn. Niet te veel nadenken. En gewoon veel werken en weg zijn met vriendinnen. En dan afleiding zoeken? Afleiding zoeken, ja.
Ja, achter jou zit oom Jan. Dat is niet mijn oom, maar het is de oom van Frank. Hoe was dat bij het thuisfront van Frank? U bent zijn oom. Nou, dat is natuurlijk ontzettend veel meeleven. Regelmatig ook mailcontact met Frank gehad. En de eerste keer dat hij bij ons was en vertelde dat hij naar Oeriskan uitgezonden zou worden. En dan ook nog als commandant van een groep militairen die de bermbommen op moesten gaan zoeken. Had ik zoiets van, wat gaat mijn kleine neefje nou doen? Hij is wel een kop groter dan ik, maar dan heb je toch die zorg dat je denkt van, wat gaat hij nu doen? En toen dat tweede contact over het invullen van die formulieren. Het is dan alleen nog maar invullen van die formulieren. Maar het is wel aangrijpend. Ja, het is toch wel even dat je stilstaat bij het feit. Het zou zomaar kunnen gebeuren. Ja, dat was goed geregeld in elk geval. Mara, jij was eigenlijk de enige hier aan tafel die erbij was. Bij Gerco, jij zag Gerco af en toe letterlijk de poort uitrijden. Dat klopt. En dan stak je je hand op en dan ging die daar. En dan moest je maar afwachten hoe het weer afliep. Hoe deed jij dat? Ja, op een gegeven moment werd het een beetje gewoond eigenlijk. Toen kwam hij terug, toen was hij 2 dagen terug en dan ging hij weer weg. Dus ja, op een gegeven moment was het wel gewoond dat je wegging. Ja. En die ene keer, toen hoorde je al voordat hij terug was, dat er iets misgegaan was, hè, met die bermbom. En dat wisten we inderdaad van tevoren, maar dat was niet snel dat wij dat wisten. Hmm. Natuurlijk wel sneller dan de mensen in Nederland het hoorden. Maar wij kregen het eigenlijk, ja, op een gegeven moment wordt bij ons alles afgesloten, krijgen we een black hole. En dat is eigenlijk ook de reden dat je weet dat er iets aan de hand is. En toen kwam Pascal, mijn collega, erachter dat het met 3-4 was. En wij wisten toen nog niet dat het met Gerkel was. Dat wisten wij op zich best later. Ja, op een gegeven moment wisten we dus dat het om zijn eenheid ging. En toen ben ik naar de ops gelopen om te kijken of ik al kon achterhalen of dat Gerkel erbij zat. Omdat ja, zij zit bij mij in de groep. En ik had zoveel afstand van iemand moet horen dan maar van mij of van een van onze andere sergeanten. En op een gegeven moment werd al vrij duidelijk, tenminste in eerste instantie werd al vrij duidelijk gezegd van ja, er is niks met Gerco. Toen wisten we dus nog niet dat hij in het voertuig zat, dat kreeg ik dus wel later hoor. Dus we hadden zoiets van nou, er is toch wel wat aan de hand met Gerco. En ja goed, we hebben dat geprobeerd zo goed mogelijk tegen Mare te vertellen. Hmm. Maar ja, hoe vertel je zoiets? Weet je wel, van, ja, hoe reageerden ze dan? Ja, emotioneel. Je schrikt je kapot, Mare. Ja, zeker omdat het niet de eerste keer is. Dus dan schrik je helemaal dood, ja. Ja. Dat zeker. Maar ja, het is wel fijn om te weten wat er gebeurd is. Want dan hoef je ook niet echt veel vragen meer te stellen als hij terugkomt. Want het zou raar zijn als ik niet had geweten dat hij de chauffeur was. Nou, daar ging het natuurlijk ook vaak om als jullie vanuit Oeroesgan contact zochten met je familie. Daar hebben we ook een aantal beelden over op een rij gezet. We hebben het er eigenlijk al een beetje over, hè? Contact met familie. Dat is natuurlijk enorm belangrijk. Je ziet daar nu een paar beelden van. Een stukje gebak. Ja. Dus dan moet mama maar even een stukje geven. Nou, papa. Dat is lekker. Dat is lekker. Wat ga je dan mee doen? Lekker, zullen we? Dan kan je even een hapje nemen, hè? Lekker. Ja, dat levert natuurlijk meteen weer lachen op. Ja, jij moest je dochter en je zoontje missen, die pas geboren was, hè, toen jij vertrok. Ja, 7 weken voordat ik vertrok is die geboren. Hoe was dat om toen weg te gaan? Slecht getimed zou ik zeggen. Ja, slecht getimed. Te veel geoefend, ja goed, hoe moet je het zeggen? Ja. Ja, sorry. Maar ik vroeg hoe het was om weg te gaan als je zoontje 7 weken. Ja, dat is, hoe zou ik het netjes zeggen, kwalitatief uitermate teleurstellend.
Niet fijn. Nee, dat is niet tof. Ik bedoel, ik had, ja, we hadden de afweging gemaakt van zal ik gaan of zal ik vragen dat ik uitstel krijg. Dat ik op een ander moment ga. Maar ja, ik had zoiets van, ja goed, het is, hij is 7 weken, hij doet poepen, slapen en schreeuwen, dus ik zal niet veel missen. En weet je, met dat idee ga je weg en dan kom je terug en dan denk je van, hey, wie ben jij? Tenminste, ja, ik weet weer dat dat mijn zoon is, maar dan staat in één keer een ander mannetje voor je en daar moet je dan in één keer een band mee gaan opbouwen. Ja, ook je dochter moest aan jou wennen, hè? Ja, ook mijn dochter moest aan mij wennen. Maar het rare was dat met mijn zoon, waarvan ik dus juist dacht van, nou dat gaat heel moeilijk worden. Mm. Dat was eigenlijk binnen een paar dagen was dat dikke mix, zeg maar. Ja, dat ging wel heel erg, ja. Dat ging wel heel erg goed. Hoe hou je contact met het thuis van Mara? Hoe heb jij dat gedaan? Telefoon, e-mail. Vaak? Nee, ja, wij zaten natuurlijk mijn ouders thuis en vrienden. En ja, dat is toch anders dan dat je contact hebt met je relatie. Dus ik belde mijn ouders meestal 1 keer in de week, zoiets. Belde ik ze meestal op of ik mailde of we zaten op MSN soms. En dat is wel goed te doen op zich. Ja, en Gerco, hoe deed jij dat? Ja, ook met de telefoon. Mail. Jij lacht nu omdat je niet zo heel vaak belde, volgens mij. Nee, ongeveer 1 keer per maand, denk ik. Dat is erg weinig, Gerco. Ja, ik weet het, maar ik had niks te vertellen, dus ja. Je zit in Oeruzgan en je hebt niks te vertellen. Nee, ja, ik heb vorige missie ook iets meer meegemaakt. En het was meer een bewogen missie, zeg maar. Had ik meer te vertellen erover. En nu was het eigenlijk elke keer, ja, alles ging goed. En dan, we kwamen ook terug op het kamp. Alles ging goed, niks gebeurde, dus ja. Ik kwam naar huis bellen van, nou ja, het gaat allemaal goed. De moeder van Gerco, die zit al van, ja, daar zit je dan aan de telefoon. Hoe was dat, telefoneren met uw zoon? Ja, bijzonder. Ja, wat moet je vertellen? Er is niks gebeurd, maar ja, dan is het koetjes en kalfjes. En verder komt er ook niet zo heel veel extra uit. Wat je dan gaat vertellen. En ook vanuit huis. Ja, ook zoveel extra niet dat je gaat vertellen. Het is meer dat ik altijd brieven ging schrijven. Dus ja. Ik weet niet hoe hij dat ontvangen heeft, maar Weet je nu hoe heel de tuin behandeld is? Want dat stond in die brieven. Ja, dat stond in de brieven. Maar je schreef niet terug? Soms volgens mij. Een kaart, een ansichtkaart. Ja. En 2 keer een e-card. Dus ja. Dat was, dat vond ik heel leuk. Daar Frank, hoe deed jij het? Contact met het thuisfront, met Kimberly en met jouw ouders onderhouden? Ja, ik had dan nog geen telefoon, ik deed gewoon met de rooksignaal en tamtam geluiden. Dus. Mm. Ja, dat ging op zich best redelijk goed. Mm. Beetje afstandelijk. Ja, nou, ik deed ook gewoon met e-mailen en met gewoon bellen. Maar heb je dan altijd iets te vertellen? Of denk je van sommige dingen, dat vertel ik maar even niet? Je moet wel even oppassen wat je moet zeggen. We moeten sowieso al, we mogen niet over de toekomst praten. Hè, want de kans is dat het eventueel afgeluisterd kan worden door eventuele vijand, om het zo maar even te zeggen. Je kunt niet zeggen, morgen gaan we dit en dat doen. Nee, want dan kan het morgen wel eens prijs zijn. En dat willen we niet hebben. Hmm. Dus we moesten altijd in het verleden praten. En als we dan bijvoorbeeld een paar dagen weggingen, dan hadden we daar codewoorden voor. Ja, dus dat is ook ideaal. Dus zei ik bijvoorbeeld kaas, dan wist hij dat ik 3 dagen wegging. Dus er was een soort geheimtaal ontstaan. Ja, zij vielen al speciaal, dan wisten dat ik honger had. Dus. Ja, ja. Ja. Daar kwam het een beetje op neer. Kimberly, dat waren leuke gesprekken. Ja, dat was wel leuk. Ja. Hij kwam natuurlijk met zijn verhalen uit Afghanistan, maar ondertussen wil jij je verhalen ook wel kwijt. Ging dat? Had hij daar plek voor? De verbinding was niet altijd even goed. En dan denk je meestal van, nou laat maar zitten. Je kunt beter mailen dan bellen. Ja. Ja. Ja, en dat betekent dus dat je eigenlijk niet zo heel veel gebeld hebt met Frank? Ja, bijna elke dag heeft hij gebeld, ja. En het was heel kort, maar wel heel vaak. En heb je daar dan iets aan als thuisfront van, ik heb hem even gehoord? Ja, heel fijn als je hem even hoort, ja. En de grote vraag is natuurlijk, waarom doe je dat? Je gaat Afghanen helpen, je bent betrokken, je wil vrede in de wereld bevorderen. Zijn dat argumenten? We gaan kijken hoe het contact met die Afghanen verliep. Ja, ik pak mezelf afleven, mijn appie. Jij gaat het kiezen. Mijn eten. Ja? Ja, DJ maar, want ik... Zeer vaak, ik was hier. Heb je zelf ziek te horen? Moet je
په دې خاطر مې ما تاسو ته وویل او دا زموږ د افغانانو یو رواج دی چې داس د کمانډر وانټس ټو ډو ایت ویت می فور د دچ کانت ولې چې دا موږ ټچ کړو دین د شراب دا او شراب نه It's not allowed for us. Oh no. Don't be angry about oh, it. Oh no, we didn't do it with you. No. It's not allowed for us about the Islamic. Oh, okay, that's okay, that's no problem. Salo, tre, yo, yo, dwa, tre, tre, salo, salo, pinza, spa, spas, spas, boa, boa, ate, ate, ne, ne, las, las. Ja, Bas, doe het nog eens tot 10. Zo. Jou, twa, drie, tsalo, pinza, spa. En dan weet ik het niet meer. Nou, ik vind het toch heel knap. Ja, las, maar ik weet het niet. Is dat alles waar je van het Afghaans bijgebracht is? Of nee, leer je daar meer? Ik heb al wat meer woordjes opgestoken. En, ja, dat is wel belangrijk, omdat wij zijn natuurlijk afhankelijk van tolken. Omdat wij met heel veel lokale mensen als patiënten krijgen. Ja, goed, en ik praat geen Pashtun. En ja, maar je moet toch communiceren. En, nou, we hadden wel eens het probleem dat wij aan de poort stonden en dat er een tolk in de mis was. Maar ja, ik moest daar toch mijn werk doen. En ja, dan ga je op een gegeven moment steeds meer woordjes oppikken. En dan, dan komt er iemand aanlopen en dan is het al het Tsenge. En dan al die groetjes die ken je onderhand en je weet een beetje van, nou heb je pijn, dat soort kleine zinnetjes, dat maak je eigen dan eigen. Ja, het spreken geen woord over de grens natuurlijk. Nou ja, je kan ze wel wat leren, maar kijk, de eerste keer dat ik op uitzending daar was, daar reden wij rond en op een gegeven moment stonden er allemaal kinderen langs de weg en die stonden naar ons te roepen, alles goed in Dere Woed en 17 en niet goed, wel gezellig. Dus ja, dat moet toch door iemand hun aangeleerd zijn. Dus, Frank, heb jij ze leren kennen, de Afghanen? Nou, leren kennen, ik heb er wel een bepaald beeld op gehad, ja, hoe dat Afghanen zijn, absoluut. Vertel eens. Ja, het zijn rustige mensen, mensen die wat iets van je willen, maar mensen die, hoe moet je zeggen, zo min mogelijk willen doen en zoveel mogelijk willen krijgen. Dat is mij opgevallen. Dat is, en dus moet je op je hoede zijn? Altijd? Nou, dat niet. Ja, je moet zeker op je hoede zijn voor wat betreft als je iets wilt geven aan die Afghanen. Een stukje brood of een pen, want daar vragen ze wel behoorlijk vaak om. Pennen? Ja, pennen, dat toch massas willen ze hebben als kan. Maar dan moet je wel oppassen aan wie je het geeft, absoluut. Want geef er één, dan willen ze de volgende dag willen ze er twee. Nou, het lastige lijkt me ook natuurlijk, de vijand bevindt zich onder de Afghanen. En je kunt niet het verschil zien tussen iemand van de Taliban en iemand die er niet van is. Nee, ik heb ze niet eruit kunnen vissen. Nee. Dus. Dus je kunt eigenlijk niet meer vertrouwen als je daar zit? Niet nou, je moet gewoon goed op je hoede zijn. Hè. Het gaat niet zomaar fout, om het zo maar even te zeggen. Er moeten wel aanwijzingen zijn waardoor iets fout kan gaan. Het gebeurt niet zomaar. Nee, maar jij hebt natuurlijk op die eerste hulppost ook veel met Afghanen te maken gehad. Viel me op, hè, dat jullie eigenlijk nog meer Afghanen hielpen dan Nederlanders. Dat is eigenlijk misschien maar goed ook eigenlijk. Maar hoe heb jij dat contact ervaren? Ja, die mensen die kwamen natuurlijk bij ons binnen en die gingen misschien een uurtje, soms iets korter, soms iets langer, waren ze eigenlijk alweer bij ons weg. En Maar ja, je hebt ze, toch... Ja, wat je van ze meekrijgt, dat is eigenlijk, die mensen leven nog een beetje in het vroeger van ons. Want ze hebben niet veel, ze zijn heel arm en ze komen bij ons om melk te vragen. Omdat ze de kinderen geen eten meer of drinken meer kunnen geven. En ja, ze komen heel veel vragen, net zoals Frank net zegt. Maar we hebben ze... Moet je neef kopen. Ja. Ja, Gerko, je hebt natuurlijk met die bermbom te maken gehad. Ja. Ik kan me voorstellen dat er dan ook iets ontstaat als een gruwelijke hekel aan Afghanen. Nee, dat hangt niet. Nee, het is nog steeds alleen de slechte mensen die dat neerleggen. En de goede, Je ziet heel veel mensen rondlopen en je kan niet iemand aanwijzen van jij bent slecht, jij bent goed, jij bent slecht, jij bent goed. Dus ja, je kan wel tegen een hele volk kan je boos worden, maar... Maar ik kan me wel voorstellen, Frank, dat er ook zoiets als haat ontstaat tegen mensen die dat soort dingen doen. Die ervoor zorgen dat jouw vrienden zonder benen verder moeten in het leven.
Ja, ja, haat. Dat is een groot woord. Ja, misschien wel. Wat Gerko net ook zegt, het zijn toch wel de slechterikken die het doen. Maar echt haat niet. Meer het, je bent meer op je hoede, omdat je het stukje respect bent verloren voor de lui. Hoe erg het ook misschien wel een beetje klinkt. Maar ja, mijn respect daartegen is wel wat omlaag gegaan. Ja. Want ze weten donders goed dat er rijders liggen volgens mij, die locals. Het respect voor de Afghanen is gedaald. Dat was wel gedaald daar. Hmm. Hmm. En als je dan verder nadenkt over de zin van de missie? De zin van de missie. In mijn ogen vind ik het goed wat we daar doen. En hebben daadwerkelijk ben ik een getuige geweest van de olievlek die we uitbreiden daar. Want, en wat is dat voor olievlek dan? Gebiedsinwinning, vertrouwen winnen van de mensen, de AMA begeleiden, maar ook de ANP en de ASG, de beveiliging en de politie, een stukje op proberen te leiden. Dat is gewoon duidelijk aan bod geweest. Toch vrede verspreiden, dat lukt dan op kleine schaal? Nou, vrede verspreiden, die mensen op weg helpen om het een goede richting in te drukken. En wat ze daar zelf mee doen, dat is aan hun. Heeft het zin om de missie te verlengen, discussie die in de politiek heel erg gaat spelen nu? Heeft het zin? Ja, je kan niet zomaar weglopen bij iets wat je niet... Tenminste, ik vind zelf dat het zin heeft zeker om daar te blijven. Alleen de druk van de missie, ja, dat moet je eraan bekijken, zeg maar. Ja. Hoe hoog wil je de druk leggen? Dat was de missie in Uruzgan, Afghanistan. Ja, na 4,5 maand, kleine 5 maanden, gaan ze dan weer terug. En dan is het moment van hereniging met familie en vrienden. Proost, jongen. Proost, jongen. Geen zonheid. Proost, hè? Proost. Ja. Alles goed? Ja, alles spannend. Rustig, ja. Zeker. De militair krijgt een zilveren uitzendroos die hij kan geven aan zijn relatie. En voor de kinderen is er een medaillon wat aan een zilveren kettingje hangt. En op dat medaillon staat dan de vredesduif. En die krijgen de kinderen dan uitgereikt. Oh, we hebben 2 poesjes erbij. Ja, dat is vreselijk. Dat mag toch? Ja, we hebben nog 3 katten. Ja, leuk hè. Je zit zelf ook helemaal weer te glimmen bij die katten. Die zijn inmiddels weer een beetje groter, of niet? Ja, maar het zijn nog steeds schatjes. En het is nog steeds fijn om weer thuis te zijn. Ja, ik vind het echt heerlijk. Gewoon, we hadden sowieso niet echt lang in dat huis gewoond. En ook niet eens samen gewoond echt. Want jij hebt er 2 weken gewoond. 2,5 weken, ja. Toen ging hij al naar Afghanistan. Dus ik heb er 3 weken of 3 weken ongeveer gewoond. Dus ja, wij konden ons huis nog helemaal niet. Dus toen wij terugkwamen, konden we aan degene die op ons huis gepast had vragen voor rondleiding. Waar alles lag, want dat wisten we allemaal niet eigenlijk. Nou, dan ben je weer terug uit Afghanistan. Dan ga je de knopen van je prachtige uniform tellen. En dan ga je denken, hoe gaat mijn toekomst eruit zien? Jullie gaan dit uniform aan de wilgen hangen, hè? Ja. Zeker. Leg eens uit, Gerko, waarom? Nou, we hebben nu allebei zo'n 7 jaar in dienst gezeten. Ik heb zelf een mooie tijd gehad. Ik heb 2 missies gedraaid. Ja, we hadden eigenlijk al voor de missie besloten om eruit te gaan. En ja, dat dit nu tijdens deze missie gebeurt, ja, dat heeft voor mij niet de doelstelling gemaakt om eruit te gaan. Heeft het iets met die bermbom te maken? Niks, helemaal niks. Nee. We wouden er sowieso uit. Het was ons plan al. We wilden gewoon lekker thuis met z'n tweeën, dichter bij huis. Wat rustiger aan, huisje, boompje, beestje. Wat ga je doen? Ik word junior operator bij Farmfriets. Je gaat in de frietfabriek werken? Ik ga in de frietfabriek, ja. Klinkt avontuurlijk, hè? Ja, het is meer technisch, dan kan je avontuurlijk zien dan. Ja, goed. En Mara, jij? Ik word eerst verantwoordelijke verzorgende in het verpleeghuis in Lekkerkerk. Dus waar ik eigenlijk ook oorspronkelijk vandaan kom. Nou, dat kun je altijd nog gaan doen met zo'n achtergrond zoals jij hebt natuurlijk. Hè? Bas, zou dat iets voor jou zijn wat Mara nu gaat doen in een verpleeghuis? Nog niet misschien. Waarom niet? Nou, ik ben geen billenwasser. En bedankt. Nee, ik heb nog veel te veel naar mijn zin binnen dit bedrijf. En ik vind dat er nog voor mij nog veel te veel uitdagingen liggen. En dat ik nog veel meer kan groeien en meer kan uithalen uit dit bedrijf. Dus ik zal nog wel voorlopig dit pak blijven dragen. En als je dan denkt aan de burgermaatschappij,
daar zijn toch ook allerlei leuke dingen te doen? Ja, die zeker. Misschien wat minder gevaarlijk zijn ook. Ja, zeker. Maar kijk, het voordeel van mijn beroep is dat ik, omdat ik als verpleegkundige moet voldoen aan een bepaalde wet, moet ik één keer in de zoveel tijd een stage lopen in een burgerziekenhuis om op peil te blijven. En dat doe je meestal 3 maanden. En na die 3 maanden ben ik er echt klaar mee. Dan wil ik de pak weer aan en dan wil ik weer dingen doen. Maar waarom ben je er klaar mee dan? Omdat het gewoon een stukje mentaliteit. Ik zeg niet dat het overal zo is, maar ik ondervind gewoon vaak dat de mentaliteit binnen het leger ligt mij meer dan die bij sommige civiele werkgelegenheden. Maar wees nou eens duidelijk, wat bedoel je nou? Noem eens een voorbeeld dan van die mentaliteit. Nou, noem eens een voorbeeld. Als ik binnen het leger bijvoorbeeld op een bepaalde manier communiceer met iemand, dan is dat eigenlijk normaal, dat hoort bij de cultuur. Als ik dat in een ziekenhuis doe, dan lopen er verpleegkundigen van 21 jaar jankend weg, omdat ze niet zo goed tegen kunnen dat ik op een bepaalde manier reageer. En te soft voor jou? Ja, soms wel. Ik zeg niet allemaal, maar dat ondervind ik wel eens. Frank, jij bent inmiddels ook alweer een tijdje terug uit Uruzgan. Hoe is het met jou? Wat doe je? Ik ben alweer even terug, ja, en ik heb weer eens even een lekker vakantie gehad. En ik ben begonnen bij een nieuwe eenheid. Ook gewoon, en? Bevalt het? Ja, bij de genieve kenners. En dat valt op zich best goed. Hoor ik twijfel? Er zijn misschien andere kanten van Defensie die ik nog wel wil gaan bekijken, ja. Maar wel binnen Defensie, zeg je dan? Voorlopig nog wel even binnen Defensie. Uruzgan, ooit? Daar moet ik even goed over nadenken. Uruzgan. En ik denk dat er wel meer zijn die dat hebben. En dan kijk je naar je vriendin Kimberly. Ja, onder andere. Die had het er niet zo op, kwam ik achter. Dus wie weet, ander land lijkt me ook heel mooi om een keer te gaan op uitzending te gaan. Denk jij nog vaak terug aan Uruzgan of zakt dat weg? Het slijt wel een beetje. Maar er zijn natuurlijk bepaalde punten waar ik redelijk vaak aan denk. Ja. En dan denk jij aan de jongens die bij die bermbom gewond raakten? Ja, daar denk je dan best wel... Ben je daar inmiddels een beetje mee in het reinen eigenlijk? Want jij vond eigenlijk, hè, gevoelsmatig, van ik had dat ding moeten vinden, ook al kon dat helemaal niet. Ja, kon dat helemaal niet. Natuurlijk verwijt mezelf toen wel dingen. Maar wordt dat minder? Dat wordt wel iets minder, ja. Want ja, ik heb eigenlijk helemaal niks te verwijten. Het was op dat moment daar en het gebeurde op dat moment daar waar het eigenlijk niet verwacht werd. En ja, het is rottig, het is gebeurd en ik denk er nog vaker terug. En dromen daarom. Bijvoorbeeld, zijn dat nou dingen waar je over droomt? Hè? Nou, dromen, nee, niet direct, maar ik denk, ja, gewoon gedachten. Ik zat er dus 20 meter achter, ik zat vlak achter die knal. Ik zat er gewoon recht aan te kijken en toen het stof deed dalen, het eerste die ik zag staan was Gerko en nog een collega. Ja, om hulp roepen. En, ja, die dingen die maal je door je hoofd heen. Het is allemaal wel te plaatsen, absoluut. En het gaat ook gestaagd, gaat het beter. Alleen het heeft even zijn tijd nodig. Er zit hier niet iemand met een toekomstig trauma aan tafel? Nee, wees me niet bang hoor. Nee? Nee. Komt nee. Goed? Ja, zeker. Komt goed met alles komt goed, hè. We komen met dit gesprek aan het einde van deze serie Oorschotse Uruzgan. We hebben Mara, Gerko, Frank en Bas een jaar lang gevolgd. 4 maanden lang was dat het resultaat daarvan te zien op Omroep Brabant TV. De Nederlandse militairen blijven in elk geval nog 1 jaar in Afghanistan. Ja, en we kunnen vandaag alleen maar zeggen dat we hopen dat er in dat land ook ooit vrede zal zijn. Ik dank jullie voor al die mooie, grappige, ontroerende momenten die je... Brabant heeft geboden via Oorschot Uruzgan. Ik wens jullie het allerbeste voor de toekomst. Het gaat jullie goed. We heffen het glas.